deze week in Dit is de Steyr 9145. Paul wordt mede mogelijk gemaakt door OCI Nutramon, Huisman Gemert, Bouw in Vertrouwen en Bovikalk tegen melkziekte. Ja, gewoon gas erop. 2 ton gewicht aanhangen en rijden. Dan hopen dat het lukt. Dit is de Steyr 9145 van Stefan van Ede uit Ede. De trekker is gebouwd in 2000 en heeft standaard 145 pk. Stefan gebruikt de trekker voor trekkertrek, zoals onlangs in Harskamp. De verwachting is dat de trekker nu 350 pk heeft, maar Van Ede durft hem niet voor de waterrem te zetten om dat te meten. Nou nee, we durven hem niet helemaal op volle vermogen voor de waterrem te zetten, want dan zijn we bang dat er meer gaat sneuvelen onder de kap. Van Ede rijdt mee in de 9 ton. Hij hoopt elke wedstrijd een prijs te pakken. Meestal gaat het wel vanzelf, maar ja, af en toe dan lukt het niet altijd, laat maar zeggen. Dan zitten we niet bij de bekers in ieder geval. Wil je dat graag? Ja, dat is wel de instelling om elke wedstrijd eigenlijk een beker mee te nemen als het kan, ja. Maar ja. Dat lukt dan niet? Nou, met deze is het nog niet helemaal heel vaak gelukt. Dat valt nog een beetje tegen. Dan moeten we nog wel het een en het ander aanpassen als we de kans krijgen. Trekhaak is nog niet helemaal optimaal en zulke dingen. Dat zijn allemaal kleine dingetjes. Dat wordt van de winter wordt dat weer verbouwd. Behalve de Steyr 9145 heeft Van Ede ook een Steyr 9086, een 8080 en een 8165. Dit zijn allemaal schakel, gewoon één keer versnelling in en rijden, laat maar zeggen. En die 9145, dat is 4 keer traploos power shift. Dus dat betekent dat je gewoon 4 keer terug kan schakelen onder de run. En daar zoeken wij nog steeds geluk in, laat maar zeggen, dat dat ooit nog een keer goed komt. Maar ja, dat valt niet altijd mee, want als je te vroeg of te laat bent, dan houdt het op. En dan sta je stil. De 1986 die is kampioen geworden. En dat is eigenlijk al 2 jaar dat we daarmee op het NK mochten rijden. Dit jaar is nog niet gelukt en waarschijnlijk nog 1 wedstrijd te gaan om het toch nog te proberen. Verwacht je dat hij dat nog kan halen? Ja, we strijden in een strijdersveld van 10 trekkers, dus ja, de kans is 1 op 10 dat het gaat lukken, laat maar zeggen. Dit is voor mij een power trekker. Alleen voor de echte power fans. Ga naar powershop.nl.